Ja, David Mendes da Silva, lichtpuntje vandaag is denk ik toch de terugkeer van jou in het elftal. Was je verrast dat jij in de basis mocht beginnen vandaag bij Sparta? Ja, ik was wel een beetje verrast natuurlijk. Ik had nog geen minuten gemaakt, dus om gelijk in de basis te beginnen, ja, dan is wel een leuke verrassing natuurlijk. Toen de trainer tegen me zei dat ik mocht gaan beginnen. Na lange tijd weer op het hoogste niveau, is het toch weer wennen, ondanks dat jij een ervaren rot bent, overal gespeeld hebt, maar toch ja, na zo'n lange tijd eruit geweest te zijn op het hoogste niveau? Ja, tuurlijk. Je moet je ritme krijgen, fysiek natuurlijk. Ik kon niet langer dan 60 minuten spelen. Ik kreeg al twee dagen kramp, vermoeidheid, waardoor ik ook een paar foutjes maakte. Maar het was fijn om weer op het hoogste podium te spelen. Heb je de eerste seizoen zelf toch jezelf wel eens afgevraagd van had ik dit nog wel moeten doen, omdat je maar niet speelde? Van het terugkeren bij Sparta op een wat oudere leeftijd nadat je vorig jaar niet gespeeld had? Nee, dat had ik niet. Ik wist dat ik een jaar weg ben geweest. Dus ik moest hard werken om weer qua fysiek op een level te komen. Het was soms tegenvallen, maar ik had gewoon één doel en dat is gewoon fit worden. Als ik fit ben, dan kan ik een bijdrage leveren aan Sparta. En dit geeft je ongetwijfeld een extra stimulans om in de tweede helft van het seizoen belangrijk te zijn voor dit Sparta, maar mogelijk veel meer minuten. Ja, zeker weten. Weet je. Kijk, elke speler is belangrijk in het team. Ik heb mijn ervaring en ik wil gewoon mijn bijdrage leveren aan Sparta. Maar dan moet je gewoon fysiek in orde zijn. En dan komt het voetballen vanzelf natuurlijk. Jullie zien vandaag met 1-0, daardoor gaan jullie met de kater die winterstop in. Ook door een nederlaag, vind je ook niet? Ja, vind ik wel. Ik ben heel teleurgesteld eigenlijk. Want ik denk dat de eerste helft de wedstrijd domineerde. Twee goede kansen hadden gecreëerd. Oké, geen doelpunt. En dan ga je de tweede helft beginnen. Begin je eigenlijk heel slecht. De eerste kwartier was heel goed natuurlijk. En de tweede helft, de eerste kwartier was eigenlijk heel dramatisch. Waardoor je de wedstrijd uit handen geeft. Dan scoren ze ook in. In die 20 minuten. En dan loop je achter de feiten aan eigenlijk. Dus het was niet nodig. Dus daar baal ik zeker van. Ja, daarna een fase waarin jullie echt 100% kansen krijgen. Hè? Ik denk als zo'n bal erin vliegt, kan je misschien nog winnen ook. Ja, tuurlijk. Dan kan hij de wedstrijd. Maar zolang hij niet erin gaat, dan loop je nog achter de feiten aan. Dus het is zeker balen, man. Om de feestdagen in te gaan en om zo de seizoen af te sluiten. Maar ja, kijk, als je de hele eerste helft van het seizoen bekijkt, dan was het gewoon goed. En we weten wat de verbeterpunten moeten zijn en daar gaan we aan werken de komende tijd. Ja, afgelopen donderdag konden jullie wel met 10 man omgaan. Nu in de slotfase jammer genoeg niet. Ondanks waren die kansjes er wel, maar misschien iets te onrustig? Nou, kijk, je hebt genoeg kansen om die goal te maken. Dus het ligt eerder aan dat, weet je. Maar het zat niet mee de laatste kwartier. Dus, Tot slot, paniek of niet? Want bij supporters merk je wel wat paniek. 11 wedstrijden, 1 overwinning nu in de competitie. Is het te vroeg voor paniek? Nee, helemaal geen paniek. Natuurlijk niet. Als je een beetje geluk hebt, dan had je gewoon meer punten de laatste wedstrijden. Maar ik denk dat de ploeg gewoon heel stabiel is. En dat we de tweede seizoenshelft aan onze verbeterpunten gaan werken. En dan moet het wel goed komen.